Discovery returning to the space station. Hey, good morning. Dat is ook heel schoon. En je roept nu heel al Heidi, maar ik ken dat niet alleen. Daar hebben we heel veel vrijwilligers voor. Als eerste hebben we een heleboel KP'ers. En wat ik ontiegelijk chic vind, is dat er steeds van ongehoed zoveel nieuw enthousiaste vrijwilligers zijn die zeggen: hey, ik wil bij de KP. Ik kan me herinneren, vorige week maandag, toen we blosten met het voorbereidingswerk, toen zei het, John, bak even, ik moet even bellen. Want gisteravond zag ik bij Briels op het terras en krijg ik de vraag, hoe moet ik eigenlijk zien om ik volgend jaar op te geven voor de KP? Volgend jaar? Murray vroeg om 8 uur, bel ik die op. En om 8:30 stond er hier. Bietjor en een tas koffie. En dat moet hebben, dat is chic. Dus alle KP'ers, die wil ik nu even naar voren roepen. Die hebben ervoor gezorgd dat er hier een fantastisch decor staat. Die hebben achter de schermen ook bergenwerk verzatten. Dingen die ze misschien niet direct suus. Maar die zorgen ervoor dat materialen vergroepen op de post komen. Die zorgen ervoor, zeker met theestemperaturen, dat er voldoende drinken is. En neem maar op dat er gereden werd naar verschillende locaties. Dus de KP'ers die hij heel gerne voor. Dan heb je heel werk kunnen genieten van een prachtig krantje. Dat is georganiseerd en geregeld door een aantal mensen van de pers. Ook dat vind ik altijd chic om dat te horen met Kenya van 15. Jonglu van 15 zeggen: hey Heidi, we willen volgend jaar bij ons opgeven voor de persgroep. Kan dat? Natuurlijk. Dus een hartelijk applaus voor de persgroep. En Nicole Jansen, die heeft het dit jaar begeleid samen met Israël. Ik werd dus juist luid toegezongen, maar ik kan dat niet alleen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ik ben niet alleen KVW. De KP'ers zijn er, maar ik heb zelf ook een team van een stuk of 10 man van de kerngroep. Die allemaal hun eigen taak hebben en iedere taak is gewoon ontiegelijk belangrijk. Zonder einde ketting, zonder een schakel in de ketting, heb ze niks. Dus ik wil de kerngroep ook naar voren halen. Dankjewel Jeroen, fijn. En dan denk ik uiteindelijk, dit zijn de mensen achter de schermen, maar die mensen voor de schermen, die hebben we misschien wel het allerhelst nodig. Want we kunnen hier wel een chic decor hebben, daar zijn we heel blij met. Maar als we de leiding, die ook al jaren enthousiast zijn, niet haaien, dan hebben we een groot probleem. En zeker als ik hier op het veld kijk, hoeveel mensen dat er nog staan. Dus ik ga heel graag iedereen van de leiding naar voren. En die verdienen misschien wel het allerhelste applaus van mij. En Bert Gele, die hebben er deze week voor gezorgd dat alles op de gevoelige plaat ligt. Dankjewel alvast. Gelukkig hebben we Gamers kunnen vinden. Dus er is dit jaar ook weer een KVW-DVD. En dan wil ik natuurlijk afsluiten met het liedje. En ik weet niet of mensen haar herkend hebben. Maar onder onze leiding is een van de zangeressen van het KVW-liedje. Dat is Hanne Laai. En René Steenvoorde heeft het liedje met hem gezongen. Met dank aan Tjur Gele natuurlijk.
En Hanna wil je heel graag vanavond het liedje gaan zingen. René is helaas verhinderd. Dus we gaan dansen, zingen samen met Hanna. Er zijn nog een aantal kinderen van die klas die jou het dansje met willen doen. Dus die komen ook. Allemaal bij elkaar, wij komen